Bij een ongeval in Valkenswaard is woensdagmiddag een fietser gewond geraakt. De vrouw werd aangereden door een auto toen ze rond 4:15 de nieuwe Waalrisseweg overstak. Ze is door medewerkers van de ambulancedienst conform een nieuwe werkwijze in een vacuümmatras gefixeerd en daarna met in elk geval hoofdletsel overgebracht naar het ziekenhuis. De weg was korte tijd afgesloten voor het verkeer en hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend.